Maar dat was echt wel een moment van ultieme schaamte. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik had weer een zin om een aantal vragen voor jullie te beantwoorden. Het is alweer even geleden dat ik een Q&A heb opgenomen. En laat ik die Q&A nou een andere naam geven. Ask Jill, zodat het wat meer persoonsgebonden is. En laat ik dat nou eens in de zoveel tijd weer laten terugkomen. Dus ik heb jullie op Twitter gevraagd om met de hashtag Ask Jill vragen achter te laten. En ik heb gisteravond daar een aantal vragen van uitgekozen. En ik heb er zin in. Dus dat gaan we nu doen. Christmas time again. Ik heb een kerstnummer in mijn hoofd. Dus fucking begin april en ik heb een kerstnummer in mijn hoofd. Mocht je afvragen, goh, wie is dat spook? Dat ben ik. Pak binnenkort de zonnebank, ja? Vraag 1, die is van Lara en die vraagt: hoe oud was je toen je voor het eerst kuste? Ik moet zeggen, ik was eigenlijk vrij laat overal bij. Dat komt omdat ik wil dat soort dingen altijd uitstellen tot op het moment dat ik daar echt klaar voor ben. En dat raad ik jullie ook aan, dan is het namelijk allemaal twee keer zo fijn. Zowel mijn eerste kus als de eerste keer seks waren vrij laat. Ik was namelijk 14 toen ik voor het eerst gekust had. En wanneer ik voor het eerst maat ben? Ja, sorry. Die vraag stond er niet bij. Mandy van der Boom die vraagt: welk cijfer geef jij je leven op dit moment? Ik ben altijd wel heel erg gelukkig met het leven wat ik leid. Maar dat ik op dit moment wel echt ultra gelukkig ben. Met alles wat ik meemaak. Met YouTube. Wat ik doe. Ik merk echt dat ik me daar mijn passie in gevonden heb. En dat jullie kijkers zo ontzettend lief voor me zijn. En ja, dat ik dit veel liever doe dan dat ik bijvoorbeeld nog op school had gezeten of had gewerkt. Nou, op dit moment ben ik eigenlijk wel heel erg gelukkig. Alles gaat ook goed. Mijn relatie gaat goed. Thuis gaat het goed. Ik denk dat ik mijn leven op dit moment een 9 geef. Een 10 kan ik het niet geven, omdat je leven is nooit helemaal perfect. Ja, een 9 geef ik het zeker wel. Ah, daar zit die in. Oh. Jerry de Burg vraagt: glitters poepen of glitters kotsen? En dan zegt hij: I love you so much, Jill. Nooit stoppen met YouTube, oké? Okay? Afgesproken. Afgesproken. Nou, om jouw vraag te beantwoorden: wat denk je dat iemand met emetofobie zou kiezen? Of kots ik fucking regenbogen en glitters? Ik hou niet van kotsen, want anders had ik geen emetofobie gehad. Dus doe mij maar lekker glitters poepen. Vind ik ook nog leuk. Ik heb elke dag iets om naar te kijken. De volgende vraag is van Luna. Wat een leuke naam trouwens, Luna. Vind ik echt een leuke naam. Die vraagt: wat is je leukste herinnering met Milan? Even denken. Ik heb best wel veel leuke herinneringen eigenlijk met Milan. Ik denk dat dat oud en nieuw was. We hebben deze oud en nieuw hebben we samen gegourmet. En ja, zijn we gewoon lekker bij elkaar geweest. Wij zijn al 3 jaar met oud en nieuw bij elkaar. Wij zijn al 1,5 jaar hebben wij een relatie, maar we gaan al 3 jaar met elkaar. Ja, deze oud en nieuw was wel echt ultiem leuk. Daarna zijn we samen naar Walibi geweest, uit eten, ja, nog veel meer leuke dingen. Ja, ik heb wel eigenlijk wel heel veel mooie momenten met Milan al gehad. Uit en nieuw is het eerst waar ik nu aan denk, dus ik denk dat dat dan wel echt een van ons meest bijzondere momenten samen was. Laura van Beuzenkom die vraagt: wat is je favoriete filmpje van je kanaal en waarom? Daar kan ik heel snel antwoord op geven, want die weet ik namelijk wel meteen. En dat is de Babyfood Challenge samen met Anouk en Sophie. Ten eerste omdat het de video is samen met Anouk. Anouk is mijn allerbeste vriendin al heel erg lang. Ik ben dol op haar en dol op haar kind, Sophie. En Sophie, daarnaast Sophie en in een filmpje is sowieso geweldig, want ze is fantastisch. Of ze boert in mijn gezicht, of ze schijt me hele boek vol, maakt me niet uit, ik hou van haar. En die combinatie is dan helemaal gewoon geweldig. Baby Food Challenge met Anouk en Sophie, echt perfect. Kim Hoeks die vraagt: kan je je elleboog likken? Oh, dan heb ik ook nog eens een keer fucking spierpijn, maar ik heb gisteren mijn armen getraind. Nou, al had ik het heel graag, ik kom er nu niet eens een kutje dichtbij. Maar er zit nog wel rood op mijn arm. Maar wat ik wel kan, maar wel met een beetje hulp hoor. Dus niet helemaal. Ik kan dus wel met mijn tong mijn neus aanraken. Wel als ik hem naar beneden duw. Maar ja, wat wil je hè, met zo'n lange neus? De volgende vraag is van Nayi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die vraagt: wat zou je nog een keer willen doen in je leven? Een soort van life goal. Ik moet zeggen, ik heb best wel veel dingen die ik nog een keer wil doen in mijn leven. Ik heb best een rijke fantasie. Maar er is één ding. Kennen jullie de film The Holiday? Dat is een kerstfilm. Nou ja, officieel gezien is er volgens mij niet eens echt een kerstfilm. Maar... en het gaat erover dat hun een huisruil doen. En wat ik nog wel een keer zou willen doen is een huisruil doen met iemand die echt een fucking leuk huis heeft in Amerika. En geloof me, het kan. Er zijn websites voor. Milan kent die websites in ieder geval.
En het kan. En dat lijkt me zo ontzettend tof om dan gewoon twee weken of zo op vakantie te gaan naar Amerika. En dan echt in zo'n fucking mooi luxe huis gewoon te zitten. En dan gewoon huizenruil te doen in plaats van echt een hotel of wat dan ook. Nee, gewoon echt even in iemand zijn schoenen staan. En dat lijkt me echt heel erg tof. De volgende vraag is van Diane. En die vraagt, heb je voor Milan nog een ander vriendje gehad? Als je het echt hebt over echte relaties waarin je mag spreken, dat je echt oprecht van iemand houdt. Dus niet à la basisschool en op de middelbare school is dat denk ik ook nog niet echt zo. Maar dan is Milan mijn allereerste vriendje, ja. Mijn allereerste echte vriendje. Dus eigenlijk, nee, ik heb voor Milan nog geen ander vriendje gehad. Cheyenne? Sorry. Die vraagt, wat is je favoriete kledingwinkel? Ik shop de laatste tijd eigenlijk heel veel online. Online is dat Boohoo en Comget Fashion. Dat zijn denk ik wel mijn twee favoriete online kledingshops. In de winkels is dat denk ik de H&M. Zara ook. Ik moet zeggen dat ik er allemaal eigenlijk niet meer shop. Omdat ik gewoon heel veel online doe. Dus eigenlijk is het dan gewoon Boohoo en Comget Fashion. De Nye vraagt, wat is je grootste blunder? Ik heb eigenlijk, ik ben best wel een stuntelkip in mijn leven en ik maak best wel veel blunders, dat mag je best weten. Maar er zijn twee dingen, nou toevallig eentje, wat echt mijn fucking grootste blunder ooit is. En eentje die, waar Mandy me gisteren aan herinnerde. Maar goed, ik ga ze alle twee gewoon vertellen. Ik ga er even goed voor zitten. Mijn eerste grootste blunder, die was, ik was, toen ik 14 was, tussen de 14 en 16 in ieder geval, was ik heel erg verliefd op een jongen. En die jongen die werkte in de supermarkt en die was aan het vakvullen. En ik kwam die supermarkt binnen en toen had het, die dag had het gesneeuwd. Hij was aan het vakvullen, hij zat op zijn hurken, zat hij de vakken te vullen en hij zag mij niet. Als oude hoeren wilde ik hem een schop onder zijn kont geven. Maar op een moment dat ik mijn benen de lucht in wou zwieren, ging hij echt vol op mijn bek. Dat was niet alleen super gênant voor hem en voor mij, maar ook voor alle mensen in de winkel. Want ik lag gewoon midden in de supermarkt, vol op mijn bek, naast hem die ik zo ontzettend leuk vond op dat moment in ieder geval. Ik kon echt wel door de grond heen zakken. Gelukkig was hij, hij lachte me helemaal niet uit trouwens. Hij hield me gewoon heel netjes overeind. Maar dat was echt wel een moment van de ultieme schaamte. En dan heb ik nog een verhaal en die is nog niet eens heel lang geleden gebeurd. Maar ik had een onesie en die onesie heb ik nu ook nooit meer aan trouwens. Maar ik was aan het bellen met Monica van Monica Geuze. Ik moest heel nodig naar de wc. Ik was zo ontzettend nodig. Maar je kent een onesie, moet je uitritsen, moet je het hele pak moet je uitvullen, je eindelijk een keer kan pissen. En toen had ik een pak uit en ik zit op de wc en oh, zo fijn is dat als je zo nodig moet plassen en je eindelijk kan plassen. Toen wou ik opstaan en toen zag ik dat de kop van onesie in de wc lag. Dus ik had over mijn hele fucking onesie heen gepist. Het is eigenlijk een verhaal die ik gewoon te gênant vond om te vertellen in een vlog. En dan vertel ik het alsnog in een extra video. Maar dat is ook wel echt een gigantische blunder geweest. Die heb ik meteen in de badkuip gegooid. Die heb ik helemaal afgespoeld met een harde, dat hij zeg maar eens zo'n straal heeft. Helemaal afgesproeid. Hoge drugspuit ook kunnen zeggen. Daarna heb ik hem in de wasmachine gedaan. In principe ruikt hij wel weer fris. Maar het is gewoon het idee dat ik dat ding niet meer aantrek, omdat er dat mee is gebeurd. Nou jongens, weten jullie dat ook weer. De volgende vraag, die is van Christian Fan. En die vraagt, hoe snel ben je dronken? Nou, laten we dat eens gaan uittesten dan. Het was gewoon water. Ik drink namelijk bijna geen alcohol. Ik word even gebeld door mijn moeder. Hallo? Hi. Hi. Ja, dat weet ik. Ik ben een video aan het opnemen. Mama. Ja. Ja, superleuk. Doei. 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 Ja, hou dan. En een pootje van Coco. Een pootje terug. Volgende vraag van Bolle. En die vraagt, zou je ooit iets doen voor vrij veel geld? Nou Bolle, wat is je budget? Tim vraagt, wat is je lievelingswinkel en dan geen kledingwinkels? Want ja, die kledingwinkel heb ik natuurlijk straks al beantwoord. Mijn lievelingswinkel, ik denk IKEA? Ik denk IKEA dan. IKEA vind ik wel echt een winkel waar ik heel graag naartoe ga. Verder hou ik ook heel erg van woonwinkeltjes, dat soort winkels. Maar ik denk dat als ik... ja, IKEA, gewoon IKEA. Ik ben door mijn vraag heen jongens. Maar, heb je dan nog een vraag voor mij? Laat het dan hieronder even achter. Of tweet het, of weet ik veel, Instagram het met de hashtag #AskJill. Ik heb ook nog even een kleine mededeling. Dat is namelijk dat er morgen geen extra
extra video online komt. Die wordt namelijk opgeschoven naar maandag. Dat komt omdat ik morgen echt een paasgerelateerde video wil maken. Maar die moet ik morgen opnemen, aangezien het morgen paas is. En maandag is het ook nog paas, dus ik kan het ook nog. Dus vandaar, morgen komt er geen extra video online. Die komt maandag dus. Dus er komt wel gewoon nog een extra video, maar een dag later. Dat was de video alweer. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet je ook niet bij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer. Tot de volgende video. Aankomende maandag dus. Doei doei! Meh, klopt toch wel? Ja, dat klopt. Ja, kijk. Deze vind ik nog het beste. Dat klinkt heel hoopvol. Oh.